Fijn dat we hier op de koffie mogen. Dag na een feestje. Ja. Hoe lang woon je hier al? Sinds 18 februari, dus nog niet zo heel lang. Een halfjaartje nu. Ja. Hoe ben je zo hier terechtgekomen? Woonde je al in Zuilen bijvoorbeeld? Nee, ik woonde in Lombok. Een hele mooie buurt ook. Maar gescheiden en een huis, dat konden we beide niet betalen. Dus we moesten dat verkopen en eruit. En Zuilen is dan toch net iets goedkoper, maar nog wel in de buurt. En het is ook een leuk wijkje. Ken je al wat mensen? Hoe bevalt het straatje? Jawel hoor, ja, het is echt een beetje een dorpje. Hè? Dus echt heel, het oogt ook heel dorps hier in de straat. En mensen zijn ook al van het ons kent ons. Dus ik moet me er een beetje tussen wringen, maar dat gaat vooralsnog heel goed. Ik heb hele lieve buurtjes. Dus gisteren ook uitgenodigd voor mijn feestje. Er zijn wel een aantal buren die zijn wel op bezoek geweest. En het is heel gemêleerd, hè. Je hebt het echte Utrechtse volk en mensen die van andere komen af. Het is heel gemixt en ik vind het wel leuk, ja. Het is wel wennen voor mijn kinderen, want die komen uit een straatje waar heel veel kinderen waren. Dat is hier wat minder natuurlijk, er zijn wat meer oudere mensen. Maar die kinderen die compenseren wel, die zorgen wel voor wat levendigheid in de straat hier. Ja. Moeten die oudjes weer aan wennen, denk ik. Maar, nou, vinden ze vast ook heel gezellig. Ja, nee, zeker. Ja. Ze gaan wel eens naar de buurvrouw hier. Die heeft allemaal dieren. En, allemaal honden en katten en leguanen. En vinden ze helemaal fantastisch. Dus krijgen ze ook lekkere snoepjes en zo. Dus af en toe dan mogen we naar buurvrouw Wil? Ja, gaan jullie maar even naar buurvrouw Wil. Kan ik ook even rustig een kopje koffie drinken. Ik neem ook even een slok. En was het feestje gisteren ook voor het nieuwe huis of was je jarig? Allebei, ja. 2-1 eigenlijk, ja. Dus dat was wel prettig. Ik wil even vieren dat ik weer een nieuw leven inga. En docent beeldende vakken, waar doe je dat? Op het Leidse Rijn College. En dus beeldend, en heeft dit daar iets mee te maken? Oh ja, dit is Bob Marley. Dat is een van mijn favoriete artiesten. Daar heb ik ooit een schilderij over gemaakt. Dat is lang geleden hoor. Dat is mijn eigen studententijd. En hangt hier nog wel? Hangt er nog wel, ja. Ja, de studententijd is toch de mooiste tijd van je leven. Dus dit is een soort, een soort symbool daarvoor. Dus hangt lekker fijn boven de bank om me daar nog aan te helpen herinneren. Heb je ook iets bijzonders in huis waar een verhaal aan vast zit of waar je bijzonder aan hecht? Ik hecht niet zo heel veel aan spullen. Ik heb natuurlijk... Ik ben het gescheiden, dus ik heb heel veel zooi de deur uit gedaan. Maar er zijn wel een paar dingetjes, denk ik, waar ik waarde aan hecht. In ieder geval mijn piano. Die heb ik van mijn vader gekregen. Dat is ook de oude piano die mijn vader vroeger altijd bespeelde toen ik nog kind was. En ik kreeg vroeger pianoles van mijn oma. Van mijn 6e tot mijn 12e. En op die piano... En later, toen in mijn studententijd, heb ik die piano weer van mijn vader gekregen. Kijk, ik heb ooit hier, toen mijn vader niet thuis was, heb ik mijn naam hier, was ik aan het schrijven met allemaal puntjes zo. Maar je vond je vader vast een goed idee? Nee, hij kwam binnen op het moment dat ik met die E bezig was. Die is ook niet helemaal afgemaakt hier. Dus er staat nu Rob Bill in plaats van Robbie. Dus het is, ik heb uiteindelijk als compensatie heb ik hier nog ergens een... Robbie en Hans ingekrast. Ik zie je iets terugkomen van je opmerking dat je misschien niet altijd de braafste was vroeger. Nee, inderdaad. Ik denk dat ik nu al dubbel dwars mijn straf krijg met twee dochters die ook niet altijd de braafste zijn. Is je vader er nog? Uh-huh. Ja, hij was gisteren ook op feestje. Okay, yeah. Dus maar hij hoeft hem zelf niet meer? Nee, hij heeft andere piano's in huis. Hij is beroepspianist, dus hij geeft les en zit in bandjes. En dus heeft iets van 2 piano's in huis en nog een hele hoop elektrische piano's. Dus dit was een afdankertje. Maar bij mij staat hij nog erg goed op zijn plek.
Nou, dank je. Voor taart en live concert. Kan bijna niet beter. Maar leuk straatje, hè? Heel leuk straatje. Doe maar de call over. Oh, oké. Gaan we daar de volgende keer op de koffie. Okay.